Quinoa kun je koken, in kokend water, dat kan. Wat ik zelf lekker vind, en dat is weinig moeite extra, is quinoa bakken in boter. Een half kopje olijfolie, goede olijfolie. Knoflook en een gesnipperd uitje. De basis om dat te doen is een pond quinoa. Genoeg voor 4 personen voor een maaltijd. Een liter bouillon. We beginnen met de boter. Een flinke lepel boter, dus denk ik 50 gram. Een half kopje goede olijfolie. En meteen daarbij een gesnipperd knoflookje en een gesnipperd uitje. Aanfruiten. Dat gaat vrij snel. En laten we niet kleuren. Dit duurt 10 seconden. Quinoa erbij. Een minuutje goed roeren, dat de boter en de olie opgenomen is. En dan fruiten we hem even aan. Dan krijg je meteen wat vettigheid aan het gerecht. Dan bouillon. Ik heb deze bouillon net gemaakt, die is warm. Dat is het allerbeste. Want dan koelt de quinoa het minst snel af. In feite is dit je basis om quinoa goed te koken. Je ruikt al de bouillon, de geur van de knoflookje, de smaak van... Het uitje komt er ook mooi in los. Laat hem 10 minuutjes rustig garen. Al het vocht wordt opgenomen. En dan krijg je een mooie gare quinoa met heel veel smaak. Al het vocht is nu bijna in de quinoa. En het leuke ervan is, als je hem aanbakt in boter en of olijfolie, bakt hij ook niet aan. En dan kookt hij bijna helemaal droog. Laat hem nu nog 5 minuutjes staan. Op de allerlaagste stand... van het fornuis. Dan neemt je al het vocht op en heb je een mooie, rulle, smeuïge quinoa. En we laten nu eventjes de laatste 5 minuten met een deksel op de pan even droogstomen. Dan krijg je een mooie kool. Ondertussen kunnen we de tafel dekken of fles wijn uittrekken.